je geleerd hebt hoe je een programma in de Arduino kan steken en hoe dat je de ledjes kan aansturen, is het tijd om te beginnen met het aanleren hoe je de drukknoppen kan gebruiken. Hiervoor gaan we terug naar een nieuw bestandje. En we beginnen terug met het voorbeeld, maar nu een digital voorbeeld, namelijk het voorbeeld button. Er zal terug een klein venster openen. Dat maken we terug schermvullend. En je ziet weer een hele hoop commentaar die bij het voorbeeldprogramma hoort. Dat gaan we verwijderen. En wat zien we dan? Dan zien we dat er begonnen wordt met constant int button.pin is 2 en constant int let.pin is 13. We hebben reeds geleerd waarom dat we dit doen, omdat we dan heel eenvoudig hierboven een pinnummer kunnen veranderen. Dus we kunnen een button op een andere plaats aanschakelen en een led op een andere plaats. Bij het KAE Shield zitten ze ook op een andere plaats, want op led.pin 13 zit de buzzer en geen led. Dit kan je raadplegen in het document, tutorial, KAE Hardware Test. Hier zie je dus de leds, er zijn 6 leds en er staat een tabel welke benaming de led geeft en welke aansluiting. Dus je ziet er zitten leds op pin 2, 18, 17, 3, 4 en 5. En je ziet dan 7 segmentaansluitingen, dezelfde aansluitingen als de leds hoofdzakelijk. Want ze worden gedeeld met een jumper ter selectie, infrarood ontvanger en zender. Buzzer zit op D13, servo op D6, cellulaire communicatie is beschikbaar, dan digitale analoge inputs. En daar zien we de tabel dat de switch op 8 zit, de buttons op 19, 11, 12, de NTC-weerstand, de trimmer en de lichtdetector. Dus dit document kan je als naslagwerk raadplegen om te weten waar wat zit. Als we nu teruggaan naar ons Arduino-programma, dan hebben we onze tabel gezien dat er een button zit op 12 en dat er een led zit op 3. Dit is eigenlijk het enige wat we moeten aanpassen. Dan zien we hier button state is 0. Dit is een geheugen die onthoudt wat de toestand was van de knop bij het inlezen van de knop. Dan zie je dat er bij de setup iets is bijgekomen. De ledpin als output hadden we al, maar nu staat er de buttonpin als input. En in de loop is er ook iets bijgekomen. We hadden al digital write. Nu hebben we digital read. Dus er staat, de toestand van de knop is digital read de pin van de knop. Dus als op dat moment dat dit regeltje aan bod komt, de knop is ingedrukt en er dus 5 volt op de pin staat, zal button state hoog zijn of 1 of 5 volt. En als er op dat moment dat deze regelcode uitgevoerd wordt geen knop is ingedrukt, dan zal de pin 0 volt zijn of button state 0 zijn of low. Dan zien we hier ook iets nieuws voor het aansturen van de led. Een if, dat betekent in het Nederlands als. Als de toestand van de knop gelijk is aan hoog, dus als de knop ingedrukt was bij het lezen. Je merkt hierop 2 is gelijk aan tekens. 2 is gelijk aan tekens is de vraag stellen, was button state gelijk aan? 1 is gelijk aan tekens zou zeggen button state moet hoog zijn. Is het verschil tussen de 1 en de 2 gelijk aan tekens? Dan zal de led aangezet worden, dus als de knop ingedrukt wordt gaat de lamp aan. Else betekent in het Nederlands anders, in het andere geval zal digital write ledpin low zetten en dit wordt herhaald want het staat in de loop. Dus dat wil zeggen, als je op het knopje duwt, gaat het lampje bijna onmiddellijk aan. Laat je het knopje los, gaat het lampje bijna onmiddellijk uit. Omdat bij deze microcontrollers de frequentie toch wel in de megahertzen zit. Dus dat wil zeggen miljoenen instructies op 1 seconde tijd. Aangezien ons programma maar een paar instructies behelst, duurt het uitvoeren van dit programma helemaal niet lang. We gaan dit dan gewoon in ons bordje steken door te uploaden. En dan zie je als je op de vierde knop duwt, dan gaat de rode lamp aan. Wordt de vierde knop losgelaten, dus dan gaat de rode lamp terug uit. Dus knopje indrukken, lamp aan, knopje loslaten, lamp uit.
En je ziet dat de reactie op het knopje bijna onmiddellijk is. Dus op deze manier ben je weer een stap dichter bij het maken van leukere programma's, want je kan nu ook met het toevoegen van een aantal instructies, namelijk pinmode input, button state is digital read en if, de toestand van een knopje gebruiken om iets te doen gebeuren. Nu hebben we dus voor jullie een uitdaging. Zorg ervoor dat je verkeerslicht van het kruispunt ervoor zorgt dat het licht pas verandert als er op de knop gedrukt wordt. Dit is eigenlijk heel handig voor een kruispunt waar dat je een hele drukke baan hebt en een hele kalme baan. En je wil niet dat als er geen auto staat voor het licht bij de kalme baan, dat het licht voor de drukke baan op rood springt. Dus het licht mag maar voor de drukke baan op rood springen als er effectief een auto staat op de kalme baan. Dat is voor jullie de uitdaging. En met deze tutorial zou je moeten in staat zijn om dat inlezen van die drukknop voor elkaar te krijgen en daarop dus te reageren door het stoplicht te doen veranderen van kleur. Veel succes!